Om verhoging van de lokale productie van geselecteerde basisgoederen te stimuleren, heeft de regering een bedrag van $35 miljoen beschikbaar gesteld voor de import van benodigde grondstoffen. In dat kader vond op vrijdag 23 maart 2018 op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme een tweede bijeenkomst plaats, waarbij de lokale producenten, importeurs en groothandelaren van grondstoffen zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst over import van input voor verhoging van de landtuinbouwproductie is gehouden op dinsdag 20 maart 2018 bij het ministerie van LVV. Het ministerie van HINT, die de algehele coördinatie heeft van dit project, wil hiermee lokale producenten zoveel mogelijk betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project. De heer Kenneth Fuaman, lid van de interdepartementale commissie, gaf middels een uiteenzetting het doel en de procedures van dit project aan. De missie om het Nationaal Huisvestingsprogramma in een beheersbare structuur te doen uitvoeren, wordt voortgezet. Na Dalian 1, waar er onder andere de Hannaslus, Richelieu en Ringweg is gebouwd, is het nu tijd voor Dalian fase 2. Het startsein is gegeven voor de bouw van 300 woningen. Van deze plaats uit wil ik dankzeggen het team welke de voorbereiding heeft getroffen om het vandaag mogelijk te maken. We hebben tot gisteravond laat gewerkt en vanmorgen nog even de laatste administratieve handelingen die ik moest verrichten om vandaag mogelijk te maken. Het team wil ik bedanken. Ik wil bedanken de aannemer die tijd nog moeite gespaard heeft om in overleg dit moment te bereiken. En natuurlijk ook bedanken de overheid voor het vertrouwen. De tweede fase van Dalian zal voor 700 gezinnen of personen waar de woningnood hoog is, een leefbarer milieu creëren. De Surinaamse Postspaarbank SPSB, het Fonds voor het Ministerie van ROGB en Sociale Zaken zijn betrokken bij het woningbouwprogramma. Waar de bank het financieel gedeelte samen met de aannemers van Dalian heeft voorbereid, is minister Samsudin bezig geweest met de grondbeschikkingen. Gelet op de grote behoefte aan huisvesting zijn vanuit de regering projecten ontwikkeld gericht op de volkswoningbouw verspreid over alle districten. Ter indicatie kan ik u meegeven dat per jaar vele grondaanvragen ter verkrijging van een perceel ten behoefte van de woningbouw worden ingediend bij mijn ministerie. Met dit gegeven wordt het duidelijk dat de behoefte aan woningbouw zeer groot is. Ik wil mij vandaag beperken tot Paramaribo en met name Morgenstond, waar wij aanwezig zijn ter gelegenheid van de opstart van het Dalian Housing Project fase 2. Dit project wordt in opdracht van de staat Suriname uitgevoerd via het Fonds Woningbouw voor lagere inkomensgroepen en de Surinaamse Postspaarbank door China Dalian International Cooperation Group, waarvoor het contract is getekend in november 2017. Dit contract behelst de constructie van 706 of houses en supporting facilities in Suriname, waarbij een aanvang wordt gemaakt al hier te Paramaribo. In 2012 is het huisvestingsplan door DNA voor het eerst aangenomen conform de grondwet artikel 49 met als doel het realiseren van de bouw van woningen voor de woningbehoeftigen en het opzetten van een duurzame structuur voor publieke en private samenwerking. Dit wordt ook wel genoemd het tweesporenbeleid. Spoor 1, opzet van het wettelijke en institutionele kader. En spoor 2, het tegelijkertijd bouwen van de woningen. Met betrekking tot spoor 1 mogen we niet ontevreden zijn. Het meest markante resultaat is dat voor het eerst in de geschiedenis een huisvestingsplan is geschreven en aangenomen in het parlement.
De volgende stap voor woningzoekenden moet van het ministerie van Sociale Zaken komen, daar minister Polak had aangekondigd het geheel bestand opnieuw te zullen filteren. De opschoning van het bestand vraagt dat elke persoon die zich eerder heeft geregistreerd om in aanmerking te komen voor een woning, dat opnieuw zal moeten doen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft in samenwerking met de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen en het ministerie van Defensie een pluimveetraining verzorgd aan 23 ex-militairen en 8 militairen die direct of indirect bezig zijn met deze groep. Door middel van trainingen wordt getracht de groep ex-militairen tools aan te reiken, zodat zij in staat worden gesteld om als klein zelfstandigen in de maatschappij terug te keren. Het is een stichting die in de jaren 80 is opgericht door Defensie om ex-militairen een drill te geven om zich weer te voegen binnen de gemeenschap. Het heeft een paar statuutwijzigingen ondergaan. De laatste is vorig jaar geweest, waarbij we de naam ook hebben veranderd. Wij heten niet meer nazorg, ex-dienstplichtigen, want die zijn er niet meer, en ex-militairen, maar we heten nu reïntegratie, ex-militairen, en met hetzelfde doel. We moeten de militairen klaarstomen om terug te gaan in de gemeenschap. Tot nu toe zijn we timmeren hard aan de weg. De laatste jaren, vanwege de precaire situatie waarin we zijn komen te verkeren, gaat het stukken moeilijker. Want we hebben geen middelen al zodanig om mensen naar school te sturen, naar onderwijsinstellingen te sturen, zoals die van Geiersvleet, waar ze een technisch beroep kunnen aanleren. Het gaat stukken moeilijker, maar met behulp van andere ministeries, dat gecoördineerd wordt via Defensie, hebben we LVV bereid gevonden om ons te helpen, Prodeo, om enkele zelfredzaam cursussen op touw te zetten. Veertig procent van de kip op de Surinaamse markt is afkomstig van lokale productie. 60% kip, oftewel 20 miljoen kilogram kip, wordt jaarlijks geïmporteerd, waarvan een deel voor doorvoer bestemd is. De pluimveesector heeft enorme potentie die onbenut is, blijkt volgens een assessment die het onderdirectoraat Veeteelt heeft verricht. De groep bestaat uit 1800 man bij mij geregistreerd. En bij de Stichting Reïntegratie, daar heb je 1400 man geregistreerd staan. We hebben zo ongeveer al bijna 100 opleidingen. 100 man hebben al een opleiding gevolgd bij LVV in de landbouw. En dit is de eerste pluimveeopleiding. Waarom ik voor deze training heb gekozen? Omdat ik vind dat het een belangrijke training is. Omdat ik ook bezig ben met mijn bedrijf om op te starten. Een klein bedrijf ben ik begonnen. Als ik mijn perceel in orde heb gekregen, dan ga ik toch voor zeg maar, een grote schaal van 2000 naar 4000. Dus dan wil ik al die ex-militairen vragen, weet je, als nazorg ze oproepen, dan moeten ze even langskomen. Ze moeten het niet zien als een fatu, weet je, want ze gaan later spreid ervan krijgen. Ik ben dus speciaal uitgekozen is geworden, men is geselecteerd geworden en men past dus binnen het reïntegratiebeleid van de stichting. En dat houdt dus dan in dat men de mensen weerbaar maakt en terugspoelt in de maatschappij. En daarbij worden ze dus dan empowered met de nodige kennis en training om dus dan zelfstandig een onderneming op te kunnen zetten. Zodat men ook deel kan nemen aan het maatschappelijk proces om zichzelf dus dan te bedruipen. De training was intensief en bestond uit zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte bestond uit de onderdelen huisvesting, verzorging, anatomie, biosecurity, influenza, handhygiëne, antibiotica gebruik, ziekten,
voeding, slachten, slachtplaatsen en slachtwet. Voor het praktische gedeelte werd een bezoek gebracht aan de legkippenkwekerij van de stichting Hebron The Highway. Met deze training zullen de ex-militairen in staat zijn om efficiënt en gericht tot productie over te gaan. Als natraject zorgt het ministerie van LVV ervoor dat de groep begeleid wordt en hulp geboden wordt met een kostprijsberekening, waarna zij zelfstandig verder moeten gaan.